een serviceverlener. He, dus die verleent service aan mensen en die zorgt ervoor dat goederen van A naar B komen. Eind 60e jaren begon mijn vader op een gegeven moment dat hij zei van joh Mick, het zou eigenlijk goed zijn als we een soort binnenstadservice opzetten, want die binnenstad raakt verstopt, er komen steeds meer auto's. Nou, dat is toen niet gelukt. In 96 is dat wel gelukt, toen zaten we hier aan het Stationsplein. Het eerste wat ik gedaan heb vanaf 1992 toen we hier zaten was het opzetten van zo'n binnenstaddienst. In 96 is dat door wethouder Meelaert in de tijd geopend. Nu met binnenstadservice, die vanuit Nijmegen gekomen is, die al een aantal plaatsen heeft aangesloten, die op een andere manier werken. Ze werken meer vanuit de verlader dan vanuit de vervoerder. Had ik zoiets van, nou, laat ik het weer proberen. Dus we zijn weer aangesloten. Maar nu via binnenstadservice en kijken of dat het uit de grond kan komen. Maar ook nu is het bijzonder moeizaam. Dat gaat dus helemaal weg. En als je nu kijkt helemaal naar achteren toe, daar ginds zie je die bomenrij. Daar begint nu het park en het is de bedoeling dat dit park dus helemaal hierheen komt. Tot vlak bij de panden die daar liggen. Tot aan de burgemeester van Lofwegensingel die hier zometeen op het Ambachtsplein zal eindigen. En dan kun je hier weer terug naar de Nieuwe Gouwe. En dan hier krijg je tussen dat park door, tussen de bomen en het groen, zet je hier en daar een pandje. En het is echt hier en daar, want de panden zijn natuurlijk niet groot. Een vloeroppervlakte van een 200, 300 meter, veel meer is het niet, om te komen tot een 500 à 1000 meter per pand. Begrijp je? En het wordt groen, het wordt mooi hier. Veel beter is wat het nu is. Dit heeft zijn tijd gehad. 1850 is men begonnen om hier een spooraansluiting te maken. En het heeft zijn tijd gehad. En iets wat zijn tijd gehad heeft, dat moet je veranderen. En voor verandering sta ik voorin. Dat gaan we doen. Naar dit pand wat hier ligt. Dit is het bestaande pand. Op dit moment zitten we hier met z'n allen met elkaar te praten. Hierachter dit gedeelte, dat is de huidige loodsruimte. Dat zal in de toekomst een andere functie krijgen, want opslag kun je natuurlijk hier niet blijven plegen. De pandjes die je ziet, de kleine panden, dit zijn panden die zometeen kantoorpanden zijn. Die niet, dat is de buurman, dat buurman. Maar deze panden zullen kantoorpanden worden in de formaat 500 tot 1000 meter. Dit niervormige gebouw hier, dat is een multifunctioneel gebouw. Daar zou een kinderdagverblijf kunnen komen. Misschien een klein stukje kliniek, een fysiotherapeut, een masseur, een oogkliniekje of dergelijke, dat zou hierin kunnen. Deze twee panden hier, het puntje kaasgebouw, herkenbaar aan zijn gele kleur en zijn mooie vlekken. En het pand dat hiernaast staat met de tussenruimte zou voor de toekomst wellicht een hogeschool voor Gouda kunnen worden. Iets wat we allemaal heel erg graag zouden willen. Dat zou een mooie plek kunnen zijn. Het past mooi bij de scholengemeenschap die hier verderop liggen. Inmiddels zijn de plannen rondom de Van Hofwegensingel stopgezet en zullen vooralsnog niet in het bestemmingsplan worden opgenomen. Ja, de voedselbank, daar ben ik een aantal jaren nu mee betrokken. Vooral ook vanuit mijn beeld met het vervoer. Ik kon heel gemakkelijk dus de transport van de goederen tussen de kerk en de inpakplaats regelen. Maar ja, het groeit en het groeit en het groeit, wordt steeds groter. Dus de plaats waar men nu zit is gewoon te klein geworden. Nou, Bunnik vertrekt als transportbedrijf, de loodsen staan er. Dus ja. Het is nog niet zo raar dat we daarmee de voedselbank laten uitbreiden bij ons in de loods. En daarnaast hebben we sinds een paar maanden een pand gehuurd van de spoorwegen. En dat is een prachtig mooi pand om de uitgifte te gaan doen. Dat ligt vlak tegen ons eigen bedrijfspand aan. Dus we hoeven niet meer met vrachtauto's heen en weer te rijden voor de goederen. Maar ze kunnen het nu gewoon met de hand overbrengen. En dat betekent een enorme besparing voor de voedselbank. Veel minder inspanning en voor de cliënten is het natuurlijk ook heel erg prettig. Eigen plek, eigen plaats waar ze rustig koffie kunnen drinken, hun tasje in kunnen pakken en op hun gemak de dingen kunnen doen. Nou, dit bedrijf zit natuurlijk al heel lang in Gouda en dan opeens toch verhuizen. Waarom is dat? Ja, je moet je voorstellen, de crisis die komt en er gebeuren de meest enge dingen. En je houdt op een gegeven moment nog 25% van je omzet over. Dan kun je twee dingen doen, doortobben. Of je zoekt een sterke partner met wie je samen weer sterk kunt zijn. En dat laatste heb ik gedaan. Als je kijkt naar de combinatie Bunnik Van Noord. In 2002 heb ik mijn bedrijf verkocht.
verkocht eigenlijk aan mijn zoon, aan de vijfde generatie. En wat natuurlijk erg jammer was, dat Jeroen in januari een burn-out heeft gekregen. Die is nog steeds ziek, zit nog steeds thuis. En vanaf dat moment heb ik het bedrijf eigenlijk terug overgenomen. Aangezien ik met die nieuwbouwplannen bezig was en nog een paar andere bedrijven om me heen heb, ging dat wringen. Dat gaat niet goed. Daar ben je met te veel dingen bezig. Gods morgens om 6:00 tot 11:00. Ja, op een gegeven moment hou je dat als opa niet meer vol. Als opa wil je veel liever bij je kleinkinderen zijn. Dus dat is ook voor mij een reden om te zeggen van ik moet iemand vinden die dit bedrijf zelfstandig, zonder bunnik, kan draaien. En dat is Van Oort. En ik ben ervan overtuigd dat ze het heel erg goed gaan doen. En dat ze er een prachtige mooie tent van zullen maken.